wij vinden Down the Road geen bar slecht programma. Daar zijn goede dingen in, maar we vinden dat geen inclusieve beeldvorming. En het lijkt erop, door dat programma, dat mensen met Down-syndroom of mensen met beperking alleen maar op reis gaan met mensen met een handicap. Of alleen maar dingen doen met mensen met een handicap. Mensen met een handicap worden in Vlaanderen meestal gezien als groepsmensen. Die samen in groepen overal zitten, als een druiventros, met een steeltje aan, een begeleider, een opvoeder. Door tijd dat men in Vlaanderen mensen met een handicap is gaat zien als een appel die in een korf ligt, met peren, met sinaasappelen, in alle diversiteit. Mensen met en zonder beperking samen, in één programma. Allee, dat is al gedaan. In het programma De Mol. Christian, iemand met werkgroei. Allee. Ja, humor is een manier om het eens op een andere manier te benaderen. Uiteindelijk, humor kan ook leiden tot een kritisch nadenken. Dus hoe? Maar wat bedoelen ze nu? De humor trekt de aandacht. En er mag ook wel gelachen worden met mensen met handicap. Waarom niet? Het zou discriminatie zijn om niet eens te lachen met personen met handicap. Hè. Ombudsman TRV. Ja. Die campagne komt niet uit de lucht gevallen. Ja. In 2021 hebben we met een aantal mensen binnen GRIP, ouders van kinderen met Down-syndroom, zelf ben ik ook een vader van een dochter met Down-syndroom, ook mensen met Down-syndroom en andere mensen met handicap, hebben een media-analyse gemaakt. We zijn gaan kijken van ja, welke beeldvorming zit daar in dat programma. We hebben onze media-analyse besproken met de VRT en met het productiehuis Down the Road. We hebben gezegd van kijk, dit zijn goede elementen, dit zijn minder goede elementen, maar eigenlijk stop je best met die reeksen. Doe best iets anders dat echte inclusieve tv is. Waarom ga je niet met 6 mensen op reis, omdat er 1 persoon met een beperking in is? En dan toon je die diversiteit. Dat zou inclusieve tv zijn. En noem het dan niet down the road, maar on the road. En voilà, je bent vertrokken. Mij is duidelijk dat Dieter en Saar hier goede bedoelingen mee hebben. En ik zie ook het verschil tussen de eerste reeks. Hun houding ten aanzien van personen met handicap, dat is enorm geëvolueerd. Ik vraag aan Dieter en Saartje zelf ook eens na te denken over ja, maar wat is inclusieve beeldvorming? En welk beeld geven we met dit programma? Hoe goed bedoeld, hoe goed gemaakt ook. Welk beeld brengen we over mensen met Down-syndroom, mensen met handicap in Vlaanderen? Als je kijkt in die beheersovereenkomst, dan staat heel duidelijk dat de VRT moet werken aan inclusieve beeldvorming. Dus dat is niet vrijblijvend voor de VRT. Ten tweede, er is een internationaal VN-verdrag dat eigenlijk uitlegt aan iedereen van kijk, zo kun je zorgen voor de rechten van personen met een handicap. En dat VN-verdrag in artikel 8 wijst ook op het belang van beeldvorming en het belang om mensen met een handicap op de juiste, inclusieve manier in beeld te brengen.